Welkom terug op ons YouTube-kanaal. Ik ben Alai. En JT Connor. Dit is aflevering 8 van 1 juni 2018. Ja, Alain en ik zijn beide leden van OrangeRoseCorp.org, de grootste Nederlandse organisatie binnen het Star Citizen-universum, zo maar te noemen. We zitten op dit moment op 41 mainleden, 19 affiliates, dus dat maakt het grote totaal naar 60. We hebben nog niet meer gehad, volgens mij, dan 60. Voordat we beginnen met het nieuws van Star Citizen, waar deze vlog natuurlijk om draait, wil ik nog even Bar Citizen van Orange Rose Corp in samenwerking met Rockstar aanhalen. De ticketverkoop gaat super rapido. Voel je nog een ticket? Ga snel naar barcitizen.eu en komen wij op 4 augustus in Roosendaal voor de Bar Citizen, de Nederlands-Belgische Bar Citizen. Ik zeg, begin maar met Star Citizen nieuws. Dit is de vorige keer. Beginnen we eerst met de headlines, wat we deze keer gaan behandelen. Dit zijn de Legacy Armor, verschillende schepen waar we nieuwe informatie over hebben gehad. En hierbij nog een nieuwe segment en dat is kort nieuws segment, waarbij wij alle wat kortere headlines bespreken bij elkaar. Dingen die niet veel stof hebben om te behandelen. Nee, precies. En om de telling zoals elke week netjes voor te zetten. Het aantal piloten staat op dit moment op 2.040.980. De funding is 186.871.560 dollars weer binnengehaald door CIG. Start maar met het nieuws. Ja, het eerste wat we gaan behandelen is, zoals ik al zei, Legacy Armor. Hier hebben we een hoop nieuwe dingen van gezien. We zijn hard mee bezig. En dit staat ook gepland voor 3.2. Dus ja, echt binnenkort al beschikbaar. Volgens de roadmap, als we zo zien, zijn ze al heel ver. Is echt nou, heel veel dingen zijn 9 van de 10 al. Andere dingen zijn ze pas net mee gestart. Maar zijn ze echt al halverwege. Dus gaat echt als een trein. Dit zijn ja, dus Legacy Armors. En volgens de lore van Star Citizen zijn het dus de oudere versies van de armors die we nu op dit moment hebben. Dus de Outlaw Armor en de Marine Armor. Dat zijn de nieuwe versies die we nu hebben van Star Marine ook. En dit zijn dus de oudere versies daarvan. Waarbij je dus ook weer een light, een medium en een heavy variant van hebt. Ja, ze zijn ook uit te wisselen met, net als alle andere armors bestaan ze natuurlijk uit onderdelen. Chest, armen, helm. Als je kijkt naar Around the Verse, dan zie je daar ook een mooi stukje in. Al die onderdelen moeten ook zo gemaakt worden dat het modulair is. Dus ook weer goed nieuws. Alle onderdelen uit de Outlaw en Marine Legacy Armor. Dus eerst uit te wisselen met alle bestaande armors, dus ook die van Robert Space Industries en die van Aegis. En dus je kan, ja, mix en match, maak je eigen armor. Heel cool, heel cool. Ziet er goed uit. En die gaan we binnenkort krijgen in 3.2. Ja, inderdaad. Ik vind het zo interessant dat heel vaak ik zie bij games. Wat ik eigenlijk altijd vaak heb, is dat ik een verlegen suit heb en dan vind ik die helm lelijk of zo. Weet je wel? Van ja, Ja. ik wil gewoon een andere helm. En dan, of je wil bijvoorbeeld een heavy armor hebben, maar je wil wel de visibility hebben van light armor, dan kan je een light armor helm erbij doen. Bijvoorbeeld. En het is ook, laat ook zien, de diepte die CIG zoekt. De Ja. kwaliteit die ze maken. Want ja, over het algemeen, wat jij zegt, andere games die armor sets hebben. Klikt op die armor set en bam, je hele karakter heeft die armor set. Maar die is natuurlijk heel makkelijk. Het is eigenlijk een skin die altijd klopt. Ja. CIG maakt niet alleen die armor sets, maar het moet ook nog eens niet door elkaar heen klippen. Dus als jij bijvoorbeeld een borststuk hebt en een helm. Dan moet je borststuk niet door die helm heen steken. Maar ook de kleding die je dadelijk, dat kan nu al eigenlijk, de onderkleding onder die armor, is ook weer heel modulair en zelf te kiezen. En dat moet ook weer allemaal kloppen en niet steken. En dus, ja, dus Ja, kwaliteit. mobiglas. Je MobiGlas inderdaad. Iets, gewoon net als mijn horloge inderdaad. Als ik daar onderkleding onder draag en ik doe daar nog een stuk armor, dan moet dat allemaal in elkaar passen. En dat is, ja, de kwaliteit die CRG zoekt. Zeker weten.
Er is een nieuwe wedstrijd, heeft CIG gelanceerd. Nieuwe tutorial wedstrijd. Voor de mensen die graag filmpjes maken, die daar goed mee zijn. Vragen ze of je je eigen in-game tutorials kan maken. Voor Star Marine, of voor de PU, of voor... ja, dan ben je even niet kwijt waar je in de ruimte achter elkaar aanvliegt, achter commando. De Vendue. Arena Commander, maak mooie, duidelijkere tutorials. Zet ze op de website van CIG. De winnaar krijgen, ja, wat is nog niet precies zeker, maar ze zeggen ontzettend gave goodies, vette prijzen. En je wordt natuurlijk, je krijgt een mention op de website dat je de tutorials hebt ja. gemaakt. Nou, hou zeker in de gaten, doe zeker lekker mee als je er goed in bent. Hiermee help je ook CIG heel erg. En je krijgt natuurlijk jouw tutorial straks in de game te zien. En dat is gewoon gaaf. Voor degenen die hier wat minder, maar meer creatief zijn met verhaal schrijven. We hebben op dit moment ook een short lore contest van de Hercules. Het idee van is om een verhaaltje te schrijven, dus over de Hercules of iets op de Hercules of noem maar op. En ja, wederom, de prijs is een Hercules. Klinkt goed, klinkt goed. Ja. En voor de mensen die weten, een short lore contest, daar doen ze mee. Schrijf het verhaal, waar komt de Hercules vandaan? Hoe is hij ontstaan? Waarom de maker, Crusader Industries, waarom hebben we die gekozen voor het ontwerp? Dus je moet echt de geschiedenis schrijven van Hercules. Ja, die bestaat niet. Dus wees degene die hem schrijft. Voor het weten is jouw verhaal is canon, zoals we dat noemen. Ja, precies. Cool. Over de Hercules gesproken. Deze week werd er op de CIG website een Q&A van de Hercules Starlifter neergezet. Ik ga proberen hem zo kort mogelijk, zo snel mogelijk te doen. Want die Q&A's die willen nogal vrij lang worden. Q&A betekent eigenlijk vraag en antwoord. Dus er zijn een aantal vragen zijn verzameld over die Hercules. En daar is antwoord op gegeven. Ik ga ze één voor één even met jullie doornemen. Hoe verdedig je jezelf nou tegen een Hercules als je als outpost of als grondtroepen? Want ja, zoals we gezien hebben in de vorige, is de Hercules natuurlijk beladen met kanonnen op de onderzijde. En dan heb je natuurlijk gigantische MOABs. Dus ja, hoe doe je dat? Nou ja, het snelle antwoord van CIG is ja, met anti-air verdediging. Die krijgt natuurlijk ook verschillende gradaties. Als het gaat om vernietiging van outposts, daar zijn ze nog aan het kijken. En ze zijn ook nog aan het kijken naar de gevolgen met betrekking tot het law system. Dus word je bestraft, word je krijgt degene die aangevallen wordt ondersteuning van de UEC. Lijkt dat goed? Nee, UEE. Moet even denken. Geld mag je ook wel geven hoor. Maar nee. Ja, precies. Nee, dan krijgen ze ja, mooi ondersteund. Die gevolgen zijn ze over nadenken. Dan kregen we een vraag van joh. Er wordt gesproken over medium en heavy armor op de Hercules. Wat is het verschil? Nou, dat is eigenlijk een vrij makkelijk antwoord. De armor, de bepansering bestaat op verschillende delen uit verschillende diktes. Dus waar er wat gevoelige cruciale systemen zitten, is de armor wat dikker dan op de wat minder gevoelige delen. Je kan het niet allemaal even dik maken, want dan gaat het schip niet omhoog. Dus daar is over nagedacht bijvoorbeeld gezien. Denken dat een Starlifter outpost aanvalt, zal die waarschijnlijk van aan de onderkant worden beschoten. Dus ja, je kan nu al aannemen, aan de onderkant zit meer bepansering dan bovenkant. ja, natuurlijk voor de mensen die graag de Sims spelen. De vraag, heeft de Hercules bedden, badkamers en keukens? Ja, inderdaad, 3 bedden. Dat is natuurlijk ook de minimum crew die je nodig hebt voor de Hercules. 3 bedden, een kleine keuken en een enkele keuken-douche combo. Dus dat wordt delen of loodjes trekken. Of samen douchen. Ja, of samen douchen, inderdaad. Die zijn wel heel klein hoor, die kamertjes meestal. Nou, lekker het is toilet. Toilet, badkamer, combo, hè? Dus dat is één eenheid. Dus, de volgende vraag, hoeveel ingang heeft de Hercules? Natuurlijk die gigantische ramp. Ik ben van Nederlands woord even kwijt. Ja, helling. De oprit. Oprit, helling. Ja, precies. Die openklapt. Dat is natuurlijk de grote ingang. Daar kunnen de tanks ook naar binnen rijden. Maar er zit nog een kleine lift rond het midden van de cargo ruimte van het schip. Die is voor personeel. Die komt naar beneden. Ga je op, gaat die in de buik. En dan ben je ook binnen.
Dan de vraag, wat is er anders aan het transporteren met een Hercules in vergelijking dan bijvoorbeeld een Starfarer cargo pods meeneemt in plaats van fuel pods? Ah, heel simpel. De Hercules heeft de cargo in het schip, dus dat is gelijk al beter beschermd natuurlijk. En de Hercules is gemaakt voor het transporteren van voertuigen. De Starfarer kan dat niet. Dus ja, dat is echt zijn niche-markt. Eigenlijk is het de Starfarer is de niche dat hij heel veel fuel kan meenemen. Dat kan natuurlijk een Hercules. In feite is het ook gecategoriseerd meer als een tanker natuurlijk dan als een echte transporter. Ja, inderdaad. Inderdaad. Het is niet zoals de Caterpillar of iets waar je cargo, normale cargo in kwijt kan. Precies, ja. Toen kwam er een vraag. Wat zijn de verschillen tussen de Size 10 MOABs, de Mother of All Bombs, en Size 10 Torpedoes? Want torpedoes kenden we al in CRG, of in CRG, in Star Citizen. Alleen sinds de introductie van de Hercules hebben we natuurlijk ook de MOABs. Daar was het antwoord eigenlijk heel, Mother of Bombs, dat zijn eigenlijk gewoon, die zijn ongericht, ongeleid, je laat ze vallen. Maar omdat ze al die elektronica en dergelijke en brandstof voor het glijden niet bij zich hebben, hebben ze meer ruimte voor de explosieve lading. Dus je hebt meer kracht, een krachtigere explosie en je beschadigt een veel groter gebied. Dus ja, ze heten niet voor niks de Mother of Bombs. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik wil wel eens de eerste afzien gaan. Althans, vanuit de ruimte. Ja, niet bovenop me. Dan de vraag: hoe verschillen de drie interieurs nou of hoe verschillen de interieurs van de drie varianten? Ze zeggen de living quarters zijn allemaal hetzelfde. Dus die drie bedden, crew, captain, cockpit. Dat is in principe allemaal hetzelfde. Op welke landingpad past de Hercules? Nou, voor de mensen die het nog niet duidelijk is, hij is groot, dus hij past alleen maar op large landingpads. En de laatste vraag: wat zijn nou de rollen van de drie minimaal benodigde bemanningsleden? Nou, natuurlijk één piloot nodig. Eén co-piloot. En die heeft ook nog eens de mogelijkheid om de op afstand bedienbare turrets te bedienen. En de laatste is de fulltime gunner. Die heeft volledige controle over de turrets. Nee, nog één vraag. Ik zei laatste, maar dat komt er nog aan. Wanneer de A2 geen MOABs aan boord heeft, kan hij deze ruimte dan gebruiken voor de goederentransport? Dus de M2 is natuurlijk de civiele versie. Zeg ik dat goed? Nou, die heeft in ieder geval de meeste cargo ruimte. De M2 is echt gemaakt voor transport. Dus mensen zeggen, ja, maar als ik de A2 koop en ik laat geen bommen in of ik laat ze vallen, dan kan ik die ruimte toch gebruiken? Nou, nee. Het systeem om de MOA's op te slaan en waarin ze getransporteerd worden en om ze te laten vallen, dat is een vast systeem in die ruimte. En die Kan neemt dus die je ruimte daarvoor in beslag. hier ook zien? Ik zit even van een screenshot van. Dat is in feite hoe ze het van plan zijn te gaan doen. Ja, precies. Dus de A2 behoudt de helft van de cargo ruimte van de M2. Dat zal ook niet mooi worden. Dus als je een schip kiest, denk erover na. Wat wil ik doen? Ik kan het niet ombouwen. Dat was Calling All Devs. Ja. Dan gaan we Nee, beginnen dat met de is Q&A. schepen. Nee, sorry, dat was de Q&A van de Starlifter. En dat andere schip. Ja, de Vendel Blade. We hebben natuurlijk relatief weinig gezien van de Vendel, zeker de laatste tijd. Ja, alleen de site Ja, hadden en de site en de trailer, heel kort. we. Ja, heel goed. Maar zeker niet tot in detail zoals nu de Vendel Blade. In feite, het concept hiervan is, zoals de meesten misschien wel weten, licht en wendbare fighter. Werd door hun veel vergeleken met de Gladius in concept. En wat ze hier ook voor hebben, is een redesign voor de Vendul Ship Weapons, wat er ook zeker super gaaf uitziet. Ja. Zoals de lore betreft van de Vendul, hoe ze schepen bouwen, is eigenlijk hun bouwen heel functionele schepen. Het moet gewoon werken, klaar. Als het werkt, is het prima. Dus ook hoe ze die lore bouwen. Ze bouwen een shell, dat is je schip. En dan bouwen ze daarna erin wat ze nodig hebben. Niet zoals je normaal zou bouwen van ik kijk wat ik nodig heb en dan zorg dat het erin past. Nou, hun bouwen precies andersom. Wat. Dat is ook terug te zien in die design, hè? Dat je ze over kabels Ja. ziet hangen en. Ja, gewoon lege, rare, loze ruimtes. Ja.
En ook, dat is ook het grap ervan, allemaal verschillende random onderdelen. Het is niet speciaal van Vendool. Stel, ze schieten een van de schip van de mensheid af. En er blijft wat van over, wat het overleeft. Dan prakken ze dat ook gewoon op het schip. En dan, wat ook, zie je ook zegt van de Banu, waar ze veel onderdelen van hebben, zie je ook veel van terug in het design. En zo bouwen ze gewoon een beetje alles in elkaar, zodat ze het gewoon een functioneel schip hebben. Ja. Ik vind ook, je ziet het ook in het filmpje, de manier waarop die weer open en dichtvouwt. Ja. Heel mooi. Dat als hij fout, die vleugels gaan een soort van naar elkaar toe en naar beneden. En daar komen dan weer de poten uit. De ribbenkast die opent, eigenlijk de onderkant waar die uitkomt. Ja. Ja. Daar heb een CIG animator heeft zich wel heel veel erg vermaakt ermee. Ja. Zeker goed te zien. Zeker, zeker. Maar weer super strak design. Ziet er super gaaf uit, zoals eigenlijk alles. Ja, ook het gemis van schermen. Zit er geen scherm in de cockpit. De Vendoo doen alles met hologrammen. Ja. Dat vind ik, ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op. Want die schermen zitten eigenlijk van die schepen die wij hebben als schepen, die zitten best wel in de weg. Ja, het is weer een mooie creatie. Het scheelt, daar hebben we ook weer 3 bugs voor. Ja. Is dat nummer gepland voor 3.2? Die gaat waarschijnlijk ook erg goed te gaan. Dus hier kijken we zeker ook naar uit voor eind juni. Ja, om de hoek, hè? Ja. Ben benieuwd. Dan krijgen we wat ik net al zei, de echte Calling All Devs. Waarin Jared Huckabee, de community manager van CIG, vragen verzamelt op de fora. Die vragen die krijgen stemmen en die stemmen neemt hij mee. En in plaats van een hele uitgebreide show, belt hij gewoon via Skype naar de desbetreffende designer of engineer die daarmee bezig is, een beetje vanaf weet, en dan stelt hij gewoon direct de vragen aan. Dat zie je ook in het filmpje wel. Eigenlijk de hoofdmotor daaruit waren, er werd gevraagd, waar zijn eigenlijk de naamplaatjes? Vroeger hadden we de naam boven ons hoofd staan. Die zijn weg. Ja, klopt. Die waren er wel, maar die zijn weggehaald wegens de invoering van planeten. Eerst was alles plat natuurlijk. We hadden alleen nog stations. Toen kwam de eerste planeet. En de engine vond dat niet zo leuk als jouw mannetje dus op de planeet stond. Met de nametag erboven. En hij loopt rond de planeet. Dan ging die nametag soort van in hem zo mee. Omdat natuurlijk de planeet bol is. Dus dat hebben ze maar even eruit gehaald. Komt natuurlijk weer terug met een verbeterde versie. Om dat weer mooi en compleet te krijgen. Dit is ook eentje waar jij persoonlijk geïnteresseerd in bent. Problemen met de kleuren en lichtsterkte van de UI. Of bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn. Wat is daarvan? Want ja, sommige mensen die het spel hebben spelen, die weten wel eens dat de MobiGlass, als jij in je cockpit zit en je trekt hem omhoog en er zit een zon achter, dan kan je het schudden. Of ja, precies een glare die op je cockpit slaat, je ziet niks meer. Nee, het probleem hiervan is ook, sommige mensen denken, nou, maar die paar mensen die kleurenblind zijn, nou, dat is vervelend voor die mensen. Maar dit probleem is op zich best groot. Want de kleurenblindheid ook die ik zelf heb, die is letterlijk meer dan 60, bij 60% van de mannen is dit aanwezig. En niet eens iedereen weet het. Maar dat betekent eigenlijk dat het ook best wel een heel groot deel van de spelerbase is die hier ook gewoon last van heeft. En ook gaat krijgen. Ja, zeker, zeker. Het is inderdaad wel handig als we zelf enige invloed hebben op de UI en de kleuren. Als ze zeggen van, joh, we zijn er inderdaad zeker mee bezig. De mogelijkheid om de lichtsterkte en de kleuren aan te passen zal zeker komen. In 3.1 is er bijvoorbeeld al kleine veranderingen gemaakt. Op het moment dat je je MobiGlass optrekt, dan wordt de achtergrond eigenlijk wat gedimd. Dat je wat minder last van hebben. Maar ze blijven kijken naar verbeteringen. En ja, weet je, elke grote publisher of creator die heeft tegenwoordig opties voor kleurenblindheid. Ja. Daar kan je niet meer onderuit. Dat is ook zeker te verwachten hierin. Nee, wat ik het mooiste zou vinden, wat ook lang niet alle developers hebben, gewoon een optie, gewoon een preset voor alle drie de type kleurenblindheid. Dat is prima. Ja, ja, zeker. Ook niet iedereen zit op te wachten om al die kleuren maar aan te moeten gaan zien te passen, dat ze het zelf ook kunnen onderscheiden. En ja, wat ik zeg, je hebt eigenlijk maar drie vormen van kleurenblindheid. Dus ja. Ja, ik denk dat het preset zou prima zijn. Eigenlijk niet te verwachten dat ze daar niks mee doen. Nee. Er wordt er gevraagd, is er een ITA voor de Caterpillar sexy modules? Want ja, dan heb ik het over secties. Als in
de onderdelen, want zoals de mensen die de Caterpillar kennen, is eigenlijk een heel langwerpig schip met allemaal verschillende secties die aan beide kanten open kunnen. Het is eigenlijk een rond schip, een hele lange rond schip, met je kan aan de beide kanten open om verschillende dingen op te slaan. Die vraag werd gesteld aan Kirk Tomei. Ja, er zijn zeker plannen voor, maar we hebben geen idee, staat op de backlog. Komt eraan. Ja. Toen interessant, die vond ik interessant. De vraag werd dat van, joh, de reistijden. Kijk, we hebben nu een ik weet nog toen we van 3.0 naar 3.1 gingen, dat we heel zonder stelsel erbij kregen. Ja, de reistijden gaan steeds langer worden. Het spel groeit, steeds meer jump points komen er dadelijk bij. Hoe gaan we hiermee om? Er werd de vraag gesteld van, joh, als je nou in quantum travel zit, moet je dan blijven zitten of kan je uitstappen? En toen werd er gezegd van nee, het is zeker inderdaad de bedoeling dat je tijdens quantum travel op kan staan. Automatisch vlucht, automatisch piloot. Even relaxen, even cargo inspection. Even kijken naar dat vervelende onderdeel wat maar blijft overhitten. En ze gaan ook steeds meer, van daarvoor doen dat je dat ook, ja, niet moet wil ik zeggen, maar dat je steeds meer te doen hebt. Want zoals je zag tijdens de CitizenCon van vorig jaar, zag je, ja, dan duurt een vlucht was gewoon 8 minuten. Ja, ja, en dan voor me, om meestal 8 minuten lang te gaan naar scherm te laten kijken, dat is ook niet echt helemaal, helemaal precies, top. Dus, ja, wat je nu inderdaad ziet, wat kon ook zeggen, je hebt natuurlijk die afstand met die planeten. Want je hebt natuurlijk een planeet en een maan. En eigenlijk is dit een beetje het stukje wat we nou op dit moment hebben. En als je Delamar hebt, voor mij, ja, mogen zeggen, die zit verste weg. Dan zit je een beetje zo. Maar ja, de eerstvolgende planeet, die zit echt helemaal daar. En dan, ja, dat is gewoon een heel stuk langer. En ja, voor degene die afvragen, technisch gezien, of dit werkt. Uit eigen persoonlijke ervaring heb ik de laatste keer toen we aan het spelen waren, eigenlijk ook gewoon rondgelopen tijdens die quantum travel. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus dat, ja, dat hebben ze ook aardig opgelost nu. De schepen hebben een eigen instance, een eigen zwaartekrachtmodel. En die worden niet beïnvloed door wat er buiten gebeurt. Dus je kan gewoon vrij rondspelen. Je cargo blijft netjes staan. Ja. We hadden het net al even over de keuken en het toilet. Als je bezig bent, even naar de keuken, het eten of even naar het toilet. Dat komt er zeker aan. Maar geen ETA. Dus voordat we zeggen van, ja, maar het is beloofd. Ja, komt eraan. Maar wanneer weten we nog niet. Nee, wat je wel hebt is die quantum interdiction. Dat zit er al wel in en dat blijft ook erin zitten. Dus daar moet je wel steeds voor opletten. Precies, dus het kan zijn dat je zit te poepen en dat je schip ineens uit quantum drive wordt getrokken. Ja, dan is het zonder afvegen moet je weer naar je pilootstoel rennen. Met alle gevolgen van dien dat je daarna je piloot weer moet schoonmaken. Ja, precies. Inderdaad. Precies. Dan de volgende. De schepen die we nu hebben zijn, ja, op het moment dat je een schip opvraagt, zijn ze gebruikt en bekrast. Dat is een keuze geweest van de designers. Ze zeggen, ja, klopt. Alle schepen zijn onderhevig aan slijtage, gebruik, krassen, vuil. Om het allemaal realistisch te maken. Dat maakt het ook wat mooier als het gaat om belichtingen. Het ziet er gewoon beter uit. Er zit al een slider in de CryEngine, waarmee de developer heel makkelijk van schoon naar helemaal doorgeroest en kapot kan sliden. En die slider die staat nu nog alleen voor de developers aan. Maar dadelijk als het wel live is, zit het er zeker in dat jij een schip koopt. Het ziet er netjes uit, weinig tot geen krasjes. En door gebruik gaat die krassen, slijten, roesten. Ja. En dat moet je ook onderhouden. Dus af en toe even door de car wash. Ja, nee, precies. Nee, dat gaan ze later inderdaad inkoppelen aan in-game mechanics. Maar die slider die is er al. Dus het grondwerk is in feite al gedaan. Ik verwacht eigenlijk niet dat het nog heel lang op zich gaat laten wachten. Ook gezien ze al aardig bezig zijn met het damaging systeem en status van je schip, item 2.0. Dus ik verwacht het best wel snel te gaan zien. Ja, en we hebben die Cryastro repair stations hebben we ook al. Ja. Dus ja, 1 en 1 is 2. Vraag me alleen wel af, hè. En ze hebben natuurlijk op de paar ATV's geleden hebben ze ook die damage stations al laten zien. Ook op gewoon willekeurige objecten. Ja, dat is waar. En ik vraag me ook gelijk af, als jij dadelijk met je schip landt, hè, op een station, komen er dan net als in het echt allemaal van die zwervers aanrennen die je raam lappen? Ja. Give me money! Ja, give me money! Very clean, very clean! Nee. Hey, maar dat was de calling al des voor de afgelopen week, hè? Ja. En dan gaan we door, denk ik, naar het korte nieuws.
Ja, inderdaad. Als eerste punt, ik heb even naar de roadmap gekeken en Turret System Improvement voor 3.2 is klaar. Dit betekent betere controle over een manned turret dan je op dit moment hebt. Dus wat stuk prettiger en gebruik zou moeten maken voor de combat. En remote control turrets zijn klaar. Dus in 3.2 ook voor de schepen die remote control turrets zal dragen. Die zijn beschikbaar voor spelers om te gebruiken. Ja, zeker, zeker. Ja. De Avenger Rework gaat de goede kant op. De EMP'en zijn weer verbeterd. Tot nieuwe particle effects. De LOD staat voor. Kom er niet op. Cargo LODs, waar staat het ook weer voor? Level of detail? Ja! De verschillende LOD-details van de cargo. Zet hem boven. Ja, we gaan passen. De verschillende LOD's. En de Renegade heeft een van de speciale varianten. Het is eigenlijk, wat is het? Eigenlijk een Titan. Ja, het is een Titan, ja. Het is een Titan in een speciale kleurenpalet. Die krijgt ook een rework. En dan denk ik dat ze alleen bedoelen de kleuren. Want het schip blijft nog. Ja, die heb jij. Het schip blijft Waar het schip. het ik heet. Precies. Ja, en de screenshot contest waar we het eerder over hebben gehad, daar zijn de winnaars van bekend. En dit zijn geworden Hasagar, Marian N7 en Captain Raoul. En als je die video kijkt, de screenshots die je daar ziet, zitten ook aardig wat van Captain Raoul tussen. Ja, zeker. Alle contestwinnaars hiervan hebben een Intel Optane 900 gewonnen. Ja, Dus zo. ja, een bizar snelle SSD. Het is een Intel SSD, dus verwacht ook long time durability erop. Zijn zeker heel strak. Ja. En in deze week was er ook nog mining gaat natuurlijk verder. Mining komt in 3.3, hè? Twee. 3.2 al, ja, klopt. 3.2, de mining effecten zijn ze mee bezig. De laser particles die je ziet, die zijn allemaal opgezet en die worden nog verbeterd en mooier gemaakt. Ze hebben al verschillende effecten voor hoe het eruit ziet als je bijvoorbeeld veilig mint, dus rustig, niet te snel. En ze hebben eentje voor als je volle kracht mint, of inderdaad als je onveilig mint, dus maximale kracht, maximale power door de laser heen en waardoor je hele rots ja, kan breken of gevaarlijk is voor je schip zo. Ik vind het dan een hele goede toevoeging. Ik vind dat ze goed over nagedacht. Dit is iets wat je eigenlijk nagenoeg niet hebt met games waar je kan minen. Dus eigenlijk altijd van: ga naar de ore, pak de ore, Ja. pak de timer af, klaar, volgende. Nee, dit, eigenlijk is het een van de weinige systemen die ik ooit heb gezien waar er echt een tactiek-strategie in zit. Ja, precies. Dus je moet En. echt kijken hoe schiet je, hoe hard. Ze hebben er ook voor gekozen trouwens dat je wapens moeten offline. Ja. Als je gaat minen, omdat het te veel stroom vraagt. Ja, dat zijn allemaal dingen die is super interessant. En ik zie iemand van onze logistics department al aan het mijnen met zweet in de handen. En dan wordt ze aangevallen. En dan zitten ze van: ja, maar ik ben nog niet klaar met mijnen. En dan inhouden om niet te snel te gaan mijnen. Ja, inderdaad. Het zijn allemaal keuzes. Super Ja. interessant. Super interessant. Echt wel. Ja, dat was het korte nieuws. Ja, inderdaad. Ja. Nog even, ik wil nog even een keertje aanhalen. Bar Citizen, jongens. Bar Citizen van Rolls Royce Corp en Rockstar. 8 augustus in Roosendaal. 4 Wees augustus. erbij. Sorry, 4 augustus. Ik heb 8-4 in mijn hoofd. Maar 4-8. 4 augustus in Roosendaal. Tickets gaan als een trein. Kijk op barcitizen.eu. We hebben ook verschillende niveaus aan tickets. We hebben een normale ticket, we hebben een premium ticket. Er zitten drankjes bij. We gaan een quiz houden. We krijgen prijzen. We gaan ook voor. Had er ook Ja. rekening mee. We hebben ook een interview geregeld met CIG, hè? Dus als jij een Juist. kaartje hebt gekocht, ja, bent aangemeld, ga naar onze Discord en daar kan je je vragen indienen die wij dan gaan stellen aan CIG in Frankfurt.
Precies. Maar ja, je kan je vraag alleen indienen als je dus een ticket hebt gekocht en naar Bar Citizen komt. En dan nemen we misschien wel jouw vraag mee naar CIG. Ja, hoe kick is dat? Hoe kick is dat? Nog één ding wou ik zeggen over de Bar Citizen. Even denken. Ja, ook voor de organisaties die zeggen van, oh, kicken Bar Citizen. Waarom hebben wij die meegedaan? Want er zijn vast nog andere Nederlandse of Belgische organisaties. Wij hebben bij deze Bar Citizen ook gekozen voor een sponsoring mogelijkheid. Als je daar als organisatie aan mee wil doen, kijk ook even op barcitizen.eu. Dan zorgen wij dat de hele grote posters van jouw organisatie ook op de avenue hangen waar wij de Bar Citizen houden. En desnoods kunnen we nog wat kwijt over jouw organisatie. En dan hoor je er toch een beetje bij en heb je meegedragen aan de opbouw van deze Bar Citizen. Ja, dit is een standaard pakket dat wij aanbieden. Wil je toch nog meer als organisatie, neem dan even contact met ons op en dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen doen. Ja, de standaard pakket is €50, dacht ik. Ja, inderdaad. Ja, €50. Zorgen wij voor posters en nemen we je mee nemen we jouw organisatie mee naar Bar Citizen als in de naam. En we laten weten dat jij meegeholpen hebt met de organisatie ervan. Ik denk dat was hem weer. Ja. Zeker. Was interessante 2 weken weer. Een hoop gezien. Hoop info. Ja. Hoop ik deze keer wel wat korter. Dus ik vond het wel lekker gaan. Ging lekker snel. Ja, inderdaad. Precies. Hey, zoals altijd. Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Vind je het goed? Vind je het niet goed? Laat het weten via in de YouTube comments. We lezen het echt. Abonneer jezelf erop. Druk daarna ook nog even op het belletje na abonneren. Dan krijg je van onze notificatie wanneer het nieuwste Star Citizen nieuws in het Nederlands weer klaar staat voor je. Ik zeg tot de volgende. Ja, tot de volgende video. Ajus.